Een geheel opgetuigde lemsteraak van 22 meter lengte is de grote blikvanger van de 14e Hiswa, de internationale watersport- en kampeertentoonstelling in de RAI in Amsterdam. In de kampeersector blijven naast de lichtgewichttenten voor de trekkers vooral de bungalowtenten in trek. Op het gebied van de accessoires is er een jerrycan te zien die tevens als wasbak kan worden gebruikt. Met een drukpompje wordt de kraan in werking gesteld. Een noviteit is ook deze kampeertafel met ingebouwde afwasbak. Maar de meeste aandacht krijgen toch de 1000 boten, waaronder de 17 meter lange motorzeiler Trevis Privateer, die meer dan een ton kost. De stalen boot, die onder andere is uitgerust met radar, biedt slaapplaats aan 8 tot 10 personen. Opvallend is, behalve de klipperlijn, het verhoogde achterdek met ramen in traditionele stijl. In dezelfde prijsklasse valt het polyester motorjacht Ocean, dat 37 km per uur kan afleggen. Er zijn echter ook vele kleinere motorboten, zoals de Tarpan. Interessant is het vergrote Waarschip, een kwart tonner die nu leverbaar is in een lengte van ruim 7 meter. Het jacht, dat als bouwpakket voor nog geen 9000 gulden verkrijgbaar is, kost geheel gereed 15.500. De razendsnelle Contender, die is goedgekeurd voor de Olympische klasse, wordt gevaren door één man die een verlengde helmstok heeft om het roer te bedienen. De boot toont verwantschap met de Flying Dutchman. Ook nieuw ten slotte is de Soling, een driemans kielboot met spinnaker die we op het water konden filmen. Aan de wind moet de bemanning het gewicht naar Loef brengen door hangen of kleven. De Soling, die als een concurrent van de Draak wordt gezien, zal in 1972 voor het eerst uitkomen op de Olympische Spelen.